welke plek vond jij het leukste? Ja, de brandweerkazerne staat wel op 1, ja. Breda Nu. Je weet het meteen. Hardlopen saai? Zeker niet. Een paar honderd Bredana's rennen vanavond de Light the Night Run. Ze rennen 3, 6, 9 of 12 kilometer door een verlicht Breda. Een hele goede avond. Wat zien jullie er tof uit? Leuk hè? Heel tof. Hey, ik zie dat jullie hele gave dingen om jullie voeten hebben. Ja, laat even zien. Kan je daarop springen? Ja, dan kun je gewoon weer springen. Gaaf. Wauw. Hey, hoe hebben jullie voorbereid? Hoe zijn we voorbereid? Niet? Nou, dat is de tactiek inderdaad. En hoe ver gaan jullie rennen? We zien wel. Ook een hele goede mentaliteit. Ja, en wat is dan je droomdoel? Wat zou heel mooi zijn? Nou, 2 rondjes. 6 kilometer. Hey, denken jullie dat je nou hier sneller op rennen of langzamer? Zijn zwaar hoor. Ja? Ja? Oké, nou. Zet hem op. Jullie zijn in ieder geval een hele goede outfit. Zijn we er klaar voor? Wij zijn er klaar voor. Ja, hoeveel kilometer gaat het worden? Ja, minimaal 6 toch? We gaan voor de 9. En waar ligt dat aan? We gaan of het redden, maar dat gaan we redden. Gewoon een beetje doorrennen toch? Ja. Met hoeveel zijn jullie wel niet? Man of 17. Goed bezig, goed bezig. En vrouw. Ja, supergoed. En waarom doen jullie mee? Sorry? Waarom doen jullie mee? Ja, op aanraden van onze trainer natuurlijk. Oké, dus jullie hebben met z'n 17 ervoor getraind? Ja. Hoeveel rondjes gaat het worden? Ik denk rondje op 4. 12 kilometer? Dat is 12 kilometer, ja. Dat is flink, in een uur? Ja, dat moet wel lukken. 12 kilometer per uur rennen, ja, dat moet lukken, moet lukken. En wat heb je allemaal bij je? Je hebt... Mijn vingers worden rood natuurlijk. En de epilepsiestok, hè? Wauw, ja, nee, dat komt helemaal goed, vooral die handen. En de bouwlamp. Vond jij het leukste? Ja, de brandweerkazerne staat wel op 1, ja. Dat zag er gaaf uit, hè? En het park, kun je daar iets over vertellen? Ja, we slingerden eigenlijk door het hele park. En er waren wat fakkels, denk ik. Maar voornamelijk een heleboel verschillende soorten lichtjes. Wat leuk was, dat de vijver, dat de fontein mooi verlicht was. En dat ze allemaal vuurtjes zeg maar, rondom het water hadden geplaatst. Dus het was heel sfeervol. Ja, het was superleuk en mooi verlicht. 2 rondjes kunnen lopen. 6 kilometer dus? Ja, en een beetje. Hè? 6 en een beetje. Netjes, netjes. En wat was nou de mooiste plek? Ik vond het leukste bij de brandweer. En de mooiste bij Valkenberg met de fontein en de lichtjes. Gaaf. En volgend jaar weer? Ik denk het wel, ja. Breda Nu. Je weet het meteen.